heel lang levende school is. En zometeen zal eigenlijk de regisseur van dit alles, Jan van Bracht, nog iets heel speciaals doen. Wij bedanken met deze mooie tamme kastanje. Ik hoop samen met de stichting Bij dat die uit mag groeien tot een hele grote mooie boom. Waar zowel alle burgers van Drimmelen, waar die aan geschonken is, maar ook de bijen van kunnen genieten. Zodat we het leven daarmee weer een stuk veraangenamen. Het klopt inderdaad wat Bert zei. We zitten niet altijd op één lijn ten aanzien van het bomenbeleid. Maar we zijn op dit moment wel goed in gesprek met elkaar. Dat doen we onder andere onder het ecologisch beleid ten aanzien van de bermen. En als we naar deze week kijken, we hebben weer 20 bomen bijgeplant. In het kader van de Nationale Boomplandag. We hebben bij de imkerij een krimlinde geplant deze week. Die ook goed is voor de bijen. Dus in die zin proberen we wel ons steentje bij te dragen. Want als we één inwoner hebben in Maarden, hebben we ook gemiddeld ongeveer 0,7 bomen per inwoner. En daarmee scoren we nog wel boven het landelijk gemiddelde als onze blauw-groene gemeente. Wat ik ook mooi vind van de stichting Bij is dat ze het onderhoud geadopteerd hebben. Dus dat betekent dat ze zelf voor het onderhoud zullen zorgen. Dat juichen we als gemeente toe. En ik zou zeggen, de nota biodiversiteit staat dit jaar ook nog op de agenda. Op een toekomst voor burger en bij in Drimmelen. Ik wil jou bedanken voor deze schenking aan de burgers. En dat is deze koker. En die koker bevat documenten van de stichting Bij. Hier officiële documenten van de notaris zitten hierin. Plus een persoonlijk schrijven van mezelf. En dat is om, mocht die boom ooit om wat voor reden ook het loodje leggen en die koker wordt gevonden, dat dan degene die het er vindt kan lezen, stichting Bij documenten, die koker openmaakt en niet de mijnopruimingsdienst belt van ik heb een boom gevonden. Maar dat je hem openmaakt, alles leest wat erin staat. En dat hij dat persoonlijk schrijven leest, waarin staat waar ik verzoek om, als hij, om het gemeengoed van de stichting Bij, dus goed zijn voor deze wereld, voor al wat groeit en bloeit, dat hij dat gemeengoed voortzet, een nieuwe boom plant en ervoor zorgt dat wij in een gezonde, natuurrijke wereld leven. Dat is de doelstelling van deze stichting en die gaan nu de grond in. Ik sta hier in Maarden op een bijzonder koude zaterdagochtend. En waarom sta ik buiten? Niet zomaar, maar omdat er een boom geplant is door Stichting Bij. En die is vandaag aangeboden aan de gemeente. Dat klopt, Bert Braquet, voorzitter van de stichting? Ja, dat klopt. Dat wil zeggen, het is eigenlijk aangeboden aan alle burgers van de gemeente Drimmelen. Kun je daar eens heel kort wat toelichten, wat daar het verschil tussen is? Ja, nou, het is gewoon zo dat wij vinden, dat is dan straks ook gezegd, dat we niet genoeg bomen kunnen hebben. Nou, om redenen moet er een aantal bomen weg uit onze gemeente. Dat betreuren we uiteraard wel. We leggen ons daar wel bij neer. Maar wij proberen wel om zoveel mogelijk bomen in onze gemeente te krijgen en te behouden. En dat heeft weer te maken met de doelstellingen die we hebben. Dat is namelijk het leven geven aan insecten. En daar hebben we bomen en struiken voor nodig, denk ik. Ja, een boom zoals wij die geschonken hebben, een kastanjeboom, een inheemse boom, hier een tamme kastanjeboom moet ik zeggen. Daar kunnen honderden insecten op leven. En daar zitten dus een aantal bestuivende insecten bij. En die insecten die zijn echt nodig voor uiteindelijk voor de biodiversiteit. Oké, dan ga ik even naar mijn buurman, Jan-Willem Stoop van de gemeente Drimmelen. Jan, je hebt het verhaal gehoord van Bert. Die boom, dat is een enorm hotel voor alle insecten. Jullie zeggen altijd de gemeente Drimmelen, de blauw-groene gemeente. En toch hoor ik mijn buurman zeggen dat er te weinig bomen zijn. Reactie van jou?
We zijn in ieder geval blij met de schenking van de Stichting Bij dat ze deze tamme kastanje aan de inwoners van Drimmelen hebben geschonken. Het klopt inderdaad wat Bert heeft aangegeven van het aantal bomen dat vermindert. Het heeft ook te maken met ons beleidsplan kwaliteit boven kwantiteit. Alleen al met al Drimmelen nog ongeveer zo'n 18.000 bomen. Dat is op zich relatief veel als je dat gemiddeld kijkt wat een gemiddelde gemeente in Nederland heeft. We proberen de bomen die niet tot volle wasdom kunnen komen, die we kort moeten houden, te vervangen door bomen die wel uit kunnen groeien. Dus eigenlijk gewoon de juiste boom op de juiste plaats. En ik denk dat deze boom een mooi voorbeeld is en dat die hier prima past. Ja, dat denk ik ook. Ik heb net gezien hoe jullie hem aangeboden hebben, Bert. En ja, hij moet nog wel wat groeien, denk ik. Maar hij gaat er zeker komen. Je hoort de reactie van de wethouder. Kunnen jullie daar als stichting mee uit de voeten? Jawel, het is nu wel zo dat ik heb er straks ook twee mensen werkzaam bij onze gemeente ook bedankt. Het is wel zo dat wij zien gewoon dat de samenwerking tussen de gemeenten, het was eerst eigenlijk, we hebben nogal wat actie gevoerd tegen de gemeente over hun beleid ten aanzien van de bomenstructuurplan, maar ook ten aanzien van hun attitude tegenover de natuur en de bij in het bijzonder. Daar is nog een bezetting geweest, een actie geweest waar onze bijen zijn ingezet in het gemeentehuis. Sinds die tijd zijn een hele hoop dingen wel veranderd en we merken ook gewoon dat we steeds beter gaan samenwerken. En we hopen dan ook dat dat zich in de toekomst voortzet. Ja, dat hopen we allemaal, denk ik. Ik hoop dat jullie boom heel erg groot mag groeien en dat in de tussentijd de samenwerking met de gemeente op het gebied van bomen ook mag groeien, zodat we weer een echte blauw-groene gemeente gaan worden. Proficiat met je boom en bedankt voor dit interview. Prima.